genomineerd in de categorie Sportploeg van het jaar 2023. Hockey Hezen MO 12-1. We zijn weer bij Sporthal de Pompenmaker in Hezen. En we zijn hier om een ploeg te verrassen. Gauw en Flop, ze zijn al aan het sporten. Het is een jong elftal. En we gaan ze nomineren voor Sportploeg van het jaar. Er wordt hier gehockeyd. Het is een jonge elftal zo te zien. We gaan ze eventjes storen. Ik zoek de MO 12-1. De meiden. Wat staat erop? Deze sportgala. Genomineerd voor het sportploeg van het jaar. Handig zo'n beetje, hè? Ja. Dames, jullie zijn genomineerd voor het sportgala als sportploeg van het jaar. Wat hebben jullie gepresteerd vorig jaar? Ja, gewoon heel goed spelen. Ja, heel goed spelen, maar jullie zijn van de derde naar de tweede, naar de eerste klasse in één seizoen gegaan, toch? Ja, ik ben echt heel trots. Ja, dat mag ook wel. Het is in ieder geval ook opgevallen bij het sportgala. Wat maakt jullie team zo leuk? Nou ja, we zijn gewoon een heel leuk team en we kunnen heel goed met elkaar spelen. Ja. Wat vind je zo leuk aan hockeyen? Ja, gewoon even alles kwijtraken of zo. En superleuk team hebben. Ja, want spelen jullie al lang samen met de meiden? Ja, maar ik hoop echt niet heel lang, maar ik hoop wel dat we dit team blijven. Want we zijn echt een heel leuk team. Trainer van de MO 12-1 van Hockey Hezen. Dat is een heel speciaal team, hè? Dat is een heel speciaal team, ja. Een hoop goede meiden zitten erbij, ja. Ja, veel winst. Ze zijn van de derde naar de tweede naar de eerste klasse gepromoveerd in één jaar. Hoe bijzonder is dat? Dat is heel knap. Dat gebeurt niet vaak. Waar droom je van? Wil je de Olympische Spelen? Wil je Nederlands... Zelftal. Ja, echt Nederlands elftal? Ja, het shirtje heb je al aan, zie ik. Ja. Als ze bij elkaar blijven en ze blijven elk jaar stromen ze met z'n allen door, denk ik dat dit een heel, heel goed team kan worden. En zit er toptalent bij zoals de presentator van de sportgala Marcel Balkenstein? Dat weet ik niet, maar er zijn wel een hoop goede meiden.